Welkom bij de uitlegvideo van Kipco Koning in 3 minuten. Een spel in 3 In kipkoekkoning ga je proberen de juiste kaarten te verzamelen om aan het einde van twee scoringsmogelijkheden zoveel mogelijk punten te hebben. Nou, het speelt als volgt: iedereen kiest één van de kolommen uit. Ik heb nu even drie kolommen neergelegd met de getallen erboven, maar afhankelijk van het aantal spelers heb je waarschijnlijk veel meer kolommen voor je liggen. Nou, iedereen kiest dus in stilte één kolom uit. Vervolgens wordt er afgeteld en laat iedereen vervolgens zien welke kolom ze gekozen hebben. En dat doe je door middel van het aangeven met vingers welke kolom je kiest. Dus als ik kolom 2 wil hebben, dan steek ik een 2 naar voren toe. En als ik kolom 3 wil hebben, dan steek ik een 3 naar voren toe. Nou, als je de enige bent die die kolom gekozen heeft, dan mag je alle kaarten pakken die op dat moment nog in die kolom liggen. Nou, mocht het nou zo zijn dat meer mensen dezelfde kolom gekozen hebben, dan wordt er uit die kolom één kaart verwijderd. En vervolgens moeten alle spelers die deze ronde nog geen kaarten hebben gepakt, moeten hetzelfde doen. Ze moeten één kolom kiezen waar nog kaarten liggen. Vervolgens geven ze dat aan. Als ze de enige zijn, pakken ze de kaarten in de kolom. En als ze niet de enige zijn, dan wordt er een kaart afgelegd van de betreffende kolom. En vervolgens moet iedereen die nog geen kaart gepakt heeft, uiteindelijk het opnieuw doen om te proberen kaarten te pakken. Nou, mocht het nou zo zijn in het uitzonderlijke geval dat er geen enkele kaart meer ligt, ja, dan hebben alle spellers die deze ronde nog geen kaarten hebben verzameld, uiteindelijk ook geen kaarten gekregen. Je vult alles weer aan totdat er drie kaarten in de kolommen liggen en een nieuwe ronde begint. Nou, de kaarten die je verzamelt, leg je dus voor jezelf neer. En die leg je neer in een kolom waar uiteindelijk aangegeven staat welk type kaart het is. En je hebt twee soorten kaarten. Je hebt kaarten met een rood vinkje hier rechtsbovenaan. En je hebt kaarten met een groen vinkje hier ook rechtsbovenaan. Nou, op het moment dat de eerste scoring is geweest, en dat is aan het einde van de ronde, dat de speler 13 of meer kaarten verzameld heeft. Dus als één speler 13 of meer kaarten heeft, dan heb je aan het einde de eerste scoringsmogelijkheid. Aan het einde van de eerste scoringsmogelijkheid worden alle kaarten afgelegd met een rood kruis. De kaarten met een groen vinkje, die laat je liggen. Nou, vervolgens speel je door totdat het dek met kaarten op is. Aan het einde van die ronde heb je de tweede scoringsmogelijkheid en tel je dus nogmaals alle kaarten bij elkaar op en uiteindelijk wint dan degene met de meeste punten. Nou, hoe score je kaarten? Dat verschilt per type kaart. Je hebt dierkaarten en je probeert zoveel mogelijk van hetzelfde dier te verzamelen. Als je aan het einde van het spel bijvoorbeeld drie varkens hebt, krijg je daarvoor zes punten. Je hebt ook deze kaarten en die leveren gewoon de punten op die erop aangegeven staan. Je hebt ook nog kerkkaarten en de speler met de meeste kerkkaarten aan het einde van het spel en tijdens de tussenscoring krijgt daarvoor 10 punten. Je hebt dus nog andere dierkaarten en je kijkt dus echt per soort hoeveel je er hebt, want die leveren punten op. Je hebt koninkkaarten, hoe meer koninkkaarten, hoe beter. Heb je hebt bijvoorbeeld 6 koninkkaarten aan het einde van het spel, is dat 25 punten. Je hebt ook nog ridderkaarten. De speler met de meeste ridderkaarten die krijgt 2 punten per ridderkaart. Alle andere spelers krijgen 1 punt per ridderkaart. Dan heb je ook nog een beetje ouderwets, maar goed, je hebt de boerin. Je hebt de boer en je hebt de boerderij. En die wil je aan elkaar koppelen. Heb je bijvoorbeeld alleen een boerin, dan is die 0 punten waard. Maar heb je een boer en een boerin, dan is dat 7 punten waard. En heb je een boer en een boerin en een boerderij, dan krijg je daarvoor in totaal zelfs 14 punten. Nou, je telt het allemaal naar twee scoringsmogelijkheden buik erop. En degene met de meeste punten wint: kip, koe, koning. En dat is alles wat je nodig hebt om kipkoekoning te kunnen spelen. Mocht je nog vragen hebben of ergens een foutje gezien hebben, laat het zeker even weten hieronder in de reacties. Dan komen we er zo snel mogelijk bij je op terug. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer dan even op ons kanaal. Abonneer, want dan worden we blij van! Jee! Wij sparen abonnees, wist je dat? Ja, precies. Dus je kunt erbij horen. Alvast wel. Ja, dat zou echt leuk zijn.